Mijn onderzoek focust zich erop om nauwkeuriger te bestralen met behulp van kunstmatige intelligentie en geavanceerde MRI. Om te voorspellen waar de tumor terugkomt. Waarbij we alleen bestralen dat wat bestraald moet worden en niet meer en niet minder. Ik doe onderzoek over intersectionele discriminatie binnen EU-antidiscriminatierecht. Omdat het erop gewezen heeft dat antidiscriminatiewetgeving er altijd van uitgaat dat iedereen gediscrimineerd wordt op basis van één discriminatiegrond per keer. Ik kijk eigenlijk naar hoe trans- en non-binaire personen met taal spelen om hunzelf beter te kunnen uitdrukken in een taalsysteem dat niet altijd de woorden heeft die reflecteert wie je bent. Hoe druk je jezelf uit als je daar eigenlijk nog geen woorden voor hebt? Ik onderzoek de verschillende datadonatieprojecten in Europa. Dus hoe organiseren ze zich, hoe kiezen ze hun doelen uit en wat voor effecten hebben hun activiteiten nou eigenlijk precies. Dat het heel duidelijk wordt wat datadonatie nou precies kan toevoegen aan het maatschappelijk belang. Ik onderzoek specifiek hoe je onderhandelt met meerdere partijen tegelijk. Ik probeer strategieën te bedenken en ook te bewijzen dat die altijd werken. Het doel van het onderzoek is dat we beter worden in het coördineren van verschillende onderhandelingen.